Nee. Dit is de eerste keer, hè? Dus gaan we dus... Nee! Kom naar de auto. Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Hey, het is vandaag weer een nieuwe dag en wow, what the f- wow. Oh, volgens mij heb ik een natte sok. Ja, want anders, zo, kijk eens even, ik maak helemaal veeg in huis. Oepsie, dat was niet de bedoeling. Nou jongens en meiden, een hele goede morgen en welkom weer terug in ieder geval hier bij een nieuwe dag. Ik wilde zeggen dat het weer een prachtige ochtend is en dat ik weer hier in mijn eentje ben wakker geworden. Echt waar, ik moet echt nog een beetje daaraan wennen als ik hier helemaal... in dit bizarre ding, zo noem ik het maar, wakker wordt. Ik heb trouwens ook nog steeds elke vlog, ik woon hier nu bijna een week volgens mij. Oh, wat gaat de tijd eigenlijk snel dan gelijk, hè? Dat is niet normaal. Maar ik heb aan jullie beloofd dat ik nog steeds uiteraard in de zwemvijver ga zwemmen. Want dat heb ik nog steeds niet gedaan. Ik heb nog steeds geen idee hoe diep het is, tot hoe ver ik erin kan en of het überhaupt schoon is. Want ik moet eerlijk zeggen, het ziet er niet heel schoon uit. Hey, manneke, goedemorgen. Hoe is het met jou dan? Ja, jij bent de enige hier samen met mij in huis en de andere poes. Oh, oh, kijk, hij voelt zich wel thuis hoor. Hier, lekker huppelen, hop. Er komt de ander. Ja, wel echt fijn man, dat ik hem hier heb. Misschien wordt dit ook wel het huis waar ik ooit, niet snel, maar ooit mijn allereerste hond ga nemen. Hey, wie weet. Zo, even de schoenen aan, want dan kunnen we even naar buiten. Kijk, het ziet er nou niet echt heel lekker schoon uit, zoals je ziet. Het lijkt gewoon oprecht op slootwater. Ook als je hier bij de trap kijkt, ziet allemaal van die gore dingen, van die slierten en... ik weet het nog niet. Er wordt gezegd dat het wel heel schoon water is, dus ik ga daar maar gewoon van uit. Ik moet in ieder geval dit prachtige huis alweer verlaten, want ik moet even naar mijn appartement toe. Zo, weet je waar ik trouwens ook echt niet op kan wachten? Tot de zomer, dat al deze bomen... allemaal vol zitten met mooie, prachtige bladeren. Ook degene waar ik onder sta. Deze hier. Kijk hier. Dit. Er staan zoveel bomen in deze tuin. Deze, maar voornamelijk ook deze. Deze wordt heel erg mooi. Dat gaat ook zo anders worden in de tuin. Dat wordt allemaal zo ziek. Oké, okay, ik ga naar binnen. En... poes, weg, 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 weg. Hé, hey, kijk ze dan zitten als ik weg ga. Helemaal kijken van waar ga je heen, waar ga je heen? Nou, wij gaan de deuren door. Ik kom weer net het bruggetje af bij mijn huis. En de rijplaten die gisteren dus neergelegd zijn voor de auto die over 2 weken komt. Die moeten dus alweer weggehaald worden. Want de gemeente die gaat dus gelijk eigenlijk al het bestraten hier. Dus dat het echt gewoon helemaal goed is. En dat het dus ook een stuk vlakker is. Waardoor de auto hopelijk niet de bodem raakt. Want dat zou echt kut zijn. Dan kan ik straks mijn auto niet eens op mijn eigen erf zetten. En dat is niet de bedoeling. Terug bij mijn oude appartement. Hey. Yo, het is echt super mistig hier in het aquarium, want er is net ziek onderhoud hier geweest. Echt de laatste keer hier thuis voor de vissen, want ze gaan allemaal verhuisd worden binnenkort. Ik zeg het al elke vlog, dat is sowieso één van de allergrootste projecten die nu binnen een week gaat plaatsvinden in het huis. Dat wordt wat, er wordt een hele muur uitgezaagd, nieuwe elektriciteit aangelegd, er wordt extreem veel water naar het huis gebracht. Heel erg veel. Vandaag, in ieder geval, komt mijn opa straks hier als het goed is naar mij toe. En we gaan de tv hier van de muur afhalen. Die gaat namelijk mee naar het andere huis. En hier in mijn slaapkamer staat ook een televisie. Kijk, deze heeft maandenlang verstopt gezeten hier in mijn bed. Die schuiflift die er steeds uitkomt. Maar ja, die is kapot, jammer genoeg. Dus ik heb nooit meer gebruik gemaakt van dit ding. Maar nu kan het... nu kan dat gelukkig weer wel dus straks. Zoals jullie 2 dagen geleden misschien gezien hebben, heb ik een betaalde samenwerking gedaan met Grand Hotel Mania. Het hotelspel, superleuk spel. Je kan dat spel dus nogmaals downloaden hier via de QR-code of check even de link in de beschrijving. Super chill dat ze aan mijn video sponsoren. Daardoor kan ik uiteraard geld verdienen. En ik wil er ook meer open over zijn met wat voor samenwerking ik doe. En nogmaals bedankt voor het sponsoren van die video. Ja, zo. Wat een vreselijke mensen heb jij. Ja. Echt, hè? Die moeten toch eigenlijk, als ze jou volgen, eigenlijk wel weten dat dit huis nog van iemand anders is. Ja, eigenlijk wel. He, dat zouden ze ja. Toch wel moeten bedenken. Jammer genoeg niet. Wat ziet u er fris uit? Ja, leuk, hè? Ik ben bij de haarsnijder geweest. Oh, echt waar? De haarsnijder? Ja, ja. Ja, jongens, mijn opa is bij mijn vader geweest, dus hij ziet er helemaal, helemaal goed uit. Vandaag, kijk eens. Fris en goed, hè? Leuke jongen. Opa, ik hoop echt dat ik op uw leeftijd ook nog zoveel haar heb. Ja, dat hoop ik voor jou ook. Dat hoop ik echt. Ja. Oké. Okay. De tv gaat eraf. Ja. Ja, wat ik nu hier doe, zo, ja. Dat moet jij daar ook doen. Oké. Okay. En dan moet je hem dus gewoon tegenhouden dadelijk als hij los is. Hè? Want ja. Dan zit hij morgen pas goed weer.
Kijk eens aan, de tv staat hier tegen de kast staan. Nou, helemaal top. En het standaard blijft dus, als het goed is, hier aan de muur voor de nieuwe bewoners van mijn appartement. Anders ziet het er een beetje raar uit. Want er past hier toch geen andere standaard. Eén vraag is nu, past deze tv in mijn auto? Nou, we hebben het net even opgemeten en opa, geeft u het verlossende antwoord? Ja, tuurlijk. Er kunnen 3 schermen in. Nou jongens, er kunnen 3 televisies in. Dus we halen er even nog een paar bij. Nee, maar gelukkig, het past er gewoon in. Jongens! Daar gaan we! Op naar de auto! Nou, mijn opa die gaat ook alvast naar het huis toe. Ik heb wat kussens mee, zodat de tv niet kapot gaat. En zo komen we er wel, jongens. We komen er wel. Wij zijn weer terug thuis. En kijk eens aan, we moeten hem hier naar binnen brengen. Nou, opa. Dat kunt u vast wel in uw eentje. Wat kan ik in mee? Succes. Wat kan ik in mee? Die tv naar binnen brengen. Oh ja hoor. Oh. Ik weet niet of die dan heel blijft. Nee, dat denk ik niet. Nou jongens, heel gedoe, maar alles is gelukt. Hij staat binnen de tv. Die tv die je daar ziet, die gaat dus weg. Maar deze is in ieder geval hier aangekomen. En kijk eens aan, de andere tv, die is er ook. Nou, helemaal top. Koffie! Hey, lekker. En kijk eens aan, de televisie hier is verdwenen van de muur. Ik heb dus alleen nu een televisiebeugel moeten bestellen, want dat is niet dezelfde beugel. Dus de tv kan jammer genoeg niet gelijk opgehangen worden. Maar deze die is in ieder geval weg. Dit is de oude dus. Best een groot ding ook nog trouwens. Geregeld. Vincent die komt straks hierheen. Ik heb even lekker mandarijntje, want we zijn gezond bezig vandaag. Ik mis een beetje de zon vandaag. Wat jammer nou. Oh, deze beesten, ze blijven ook maar hier liggen, hè. Ik heb zoveel reacties gekregen van jullie trouwens dat ik ze niet naar buiten moet laten. Jongens en meiden, het staat ook totaal niet op de planning. Ik wil ze ook sowieso zeker niet naar buiten hebben hier. Het hoeft helemaal niet voor mij. Ik bedoel, ik heb wel een super grote tuin, maar ik vind het gewoon prima en een veel beter gevoel als die katten lekker binnen zijn. Altijd dat ik ze bij me heb. En ik me er geen zorgen om hoef te maken. Want je ziet het zijn echt 2 sukkeltjes. Die niet tevoorschijn komen. En die durven waarschijnlijk helemaal niks. Dus ze blijven lekker binnen. Zo. Wat? Schrok je nou zo? Ik weet niet waarom ik zo erg schrok, maar misschien omdat ik je zeg maar totaal niet van die kant had verwacht. Huh? Yo! Yo! Jongens, de man met de auto met de rare halve rap is aangekomen, oftewel. Oftewel Vincent Papser. Zo, ik ben eindelijk niet meer alleen thuis. Of nou ja, mijn opa was ook pas net weggegaan. Ja, ik deed de deur even vanaf hier open. Daar schrok je van. Ja, maar ik zeg maar, ik had je zo niet verwacht. En toen keek ik, en het was echt, dit was het zo, zeg maar zo. En toen was het, what the fuck. Toen schrok ik ofzo, ja. Misschien heb ik een heel slecht geweten. Ja, zoals jullie weten vind ik het heel erg leuk om plannen met jullie te delen die door mijn hoofd gaan. Die ik op internet zie, die ik doorgestuurd krijg. Alles voor het huis. Nogmaals, het zijn plannen, het zijn ideeën. Het wil niet zeggen dat het 100% doorgaat. Maar ik vind het wel leuk om het met jullie te delen. Dus ik heb hier nu 1 ding en ik ga het ook gelijk even aan Vincent vertellen. We hebben hier de garagedeur, jongens en meiden. Ik heb dus een idee op internet voorbij zien komen dat je garagedeur van glas kan maken en dan gepantserd glas. Gepantserd. Nee, ik zou het niet doen. Niet? Oké, ik zal nu een plaatje in beelden. Het ziet er dus ongeveer zo uit. Ik kreeg het dus doorgestuurd en zei, kijk, eigenlijk moet je dit doen. Want als je dan straks hier een lijpe sportauto hebt staan, dan kan je het eigenlijk altijd zien, ook als je hier staat. Ja, oké, maar wat is daar dan weer het nadeel van? Inbraak. Maar, ja. Iedereen weet dat jij hier... Maar ja, in principe, weet je wat het is? Eigenlijk weet sowieso... Ze weten het toch wel, maar... Het staat toch op internet voor miljoenen mensen. Ja, het is wel dik, maar het is... Ja, stel dat, weet je, gepanst... Ja, het is wel gevaarlijk. Het is wel gevaarlijk, zo. Maar het is wel super. Ja, dus dat kreeg ik doorgestuurd. Het zou op zich wel lijp zijn, inderdaad. Als je daar ook zo'n heel... Want het hele huis is met glas en alles en wat dan ook. Dus het zou wel een zieke toevoeging zijn. Wie weet, ik vond het wel een heel lijp idee in ieder geval. Maar ik dacht er ook over, inderdaad, net zoals Vincent zegt, het is wel, denk ik, best wel inbraakgevoelig. We staan hier op de kamer van Vincent. En zoals jullie zien, de vloer is hier niet heel erg mooi. Het is niet echt top, ik vind het niet heel, heel netjes. Nee, en jij ook niet. Ik vind het niet, nee. Nee, hè? Nee, ik bedoel... Kun je mijn huis nou af? Nee, maar zo ga ik er ook niet in, hoor. Oh, zo verwend ben je gewoon. Nou, we hebben hier in ieder geval dus wat keuzes uit een vloer die we kunnen leggen, in principe. Of tenminste, niet ja. Wij, maar, ja, maar... Wij kunnen dat ook wel, maar ik weet niet of het dan heel mooi is. Nee, dat denk ik niet. Kijk, ik vind zelf dus... welke zei ik nou ook weer net? Deze, hè? Ja, ja, ik vind zelf deze kleur heel erg mooi om hier dus in de kamer neer te leggen. Past ook best wel goed bij het huis, denk ik.
Want als je bijvoorbeeld voor deze kleur gaat, dan wordt het net iets te donker en dat past niet echt goed bij de stijl. Dus ik koos deze ook niet, hoor. Jij zei, ja, we moeten deze doen. Ja, maar ik vind het ook wel aan de ene kant ook wel weer mooi, maar het past niet bij de huis. Nee, precies. Dus we zijn even wat dingen aan het uitzoeken, maar ik vind dit wel heel mooi. Zo. Ik ook wel. Nou, de vader van Vincent en zijn moeder is dus zo pik. Vind je dat normaal? Ben je echt normaal? Zij zijn dus net langs geweest. En ze hebben dus ook nog eventjes wat dingetjes besproken voor Vincent's kamer. Want jouw vader gaat waarschijnlijk ook dus de vloer eventueel regelen. Kijk hem dan hangen. Waarschijnlijk de vloer kijken of dat lukt. Ja, kijk hem dan. Oh, gekke poes. Ik heb trouwens ook hier een cadeautje van ze gekregen. Een lampje voor buiten. Dat is ook wel nice. Oh, weer lekker die open haard zo aan. Bro, ja. Vandaag moeten wij in het water. En Sniff is een kater. Zullen we hem erin doen? Ja, Sniff. Oh, nee. Hij gaat echt zo liggen van ja. Nee, zullen wij eventjes boodschappen gaan doen? Ja, laten we dat doen. Kijk eens wie we hebben, jongens. Hij gaat even lekker erbij. Dit is de eerste keer, hè? Nee, het is niet. Hij heeft ooit in de kooi bij mijn ouders gestaan. Even lekker het gras voelen, snoes. Dit is zo raar voor zo'n beest, denk ik, hè? Dit is zo apart. Kijk hoe hij om zich heen kijkt. Wat is dit voor enge dimensie hier? Maar besef hoe groot het is voor hem. Ja. Bro, kijk waar je allemaal heen kan, inderdaad. Kom. Ja, maar straks valt hij het water in. Kijk zijn oogjes. Ja, maar hij vindt het wel leuk, denk ik. Kijk allemaal vogels. Kijk. Allemaal vogels komen erover. Oh. Hij komt maar terug naar mij. Daar voelt hij zich veilig. Ja, hè? Oh, schatje, ja, kom. We nemen de baby weer mee naar binnen. Tijd om weer een keer een scheurtje in te gaan. Vincent gaat rijden. Volgens mij, dit ding heeft echt een aantal dagen niet gestart. Start hij nog, testament? Binnenkort gaat trouwens ook het sterrenhemel ingebouwd worden. Het project met scheurtje staat even een beetje op stil door de verhuizing. Maar dat komt allemaal. Kun je de pool niet doen? Hoe werkt het nou ook weer? Aan de zijkant. Maar die auto staat hier al een paar dagen stil op de oprit. Lukt het? Wij gaan dus even boodschapjes doen. Jezus. Lukt het, Puk? Hallo. Ja. Kijk, en dat geeft aan dat het min 40 graden is daaronder. Dat hoop ik niet. Let's go. De Albert Heijn van het dorp. Of gaan we naar de dunne zaak? Nee, laten we naar de Albert Heijn gaan. Dat vind ik een goed plan. Hey, grappig hè, die winkels zijn dus allemaal weer open. Dat is meestal. Oh. Hey. Oh, door corona bedoel jij? Ja? Ja, oké. Okay, ja, of niet? Scheurtje heeft binnenkort wel echt even een beurtje nodig qua schoonmaken, alles. En de nieuwe wrap komt er dus ook bijna op. Dan gaat die opvallen hoor. Ja, lopen we weer hoor. Vincent zei het ook al. Altijd als we boodschappen gaan doen, dan nemen we echt een kleine hoeveelheid mee. En dan is het zo van, oh ja. Altijd als we eruit lopen, dan denken we, oh ja, dit konden we ook nog meenemen. We moeten echt leren, zeg maar, dat we vooraf weten, zeg maar, wat we willen. En dan, waarom maken we niet een keer een lijstje, ouwe? Het beste is ook dat we, zeg maar, voor morgen ben ik ook nog, wat we morgen ook al weten, dan nemen we gewoon zo'n pak mee, dat we morgen gaan koken, weet je wel. Maar, wij zijn zo slecht in boodschappen doen, moeten we echt even onszelf aanleren. Ja. Ah, ik sta even buiten, jongens. Kijk, dit dan erin. Zitten die katten gewoon voor het raam? Oh. Ah, babytjes. Wat dus net gefixt is, helemaal fijn. Mijn aquariumwater staat gelukkig binnen mijn eigen erf. Dat was nodig, want niet zo heel chill als het op straat staat. Bro, welke wil je? De Flamingo of de Calvin Klein? Geen keuze! Oh, je wil dan voor de Flamingo? Ja, is toch gezellig? Oké, oh, oké. Jij nou weer moet flexen met je Calvin Klein? Helemaal niet. Ik ben gewoon tevreden met Flamingo. Oh ja, dat is toch van mij, anders had ik die niet gekocht. Weet je... Kan je net zo bij zo'n TikTok zo 3, 2, 1 en... Oké, doe. 3, 2, 1. Oh, het werkte niet. Wacht even. 3, 2, 1. Gast, het werkt niet. Wacht. 3, 2, 1. Wow. Wat zit die goed, hè? Zo. Holy shit. Zo. We kunnen naar het strand. Let's go, Let's go, we gaan naar het strand. Lekker warm. Nou jongens, ja, we gaan nu vanaf hier, hoppakee, gewoon het zwembad in. Ja, kan je van het dak springen?
Ja, dat haal je niet, man. Ja, niet, ik ga het nog niet proberen, maar... Nee. Vanaf daar... Oh, maar ja, als je een sprintje maakt, dan haal je dat misschien net. Ja, maar dat is toch niet diep genoeg? Oh, en kijk hoe scherp die randen zijn. Ik ga het niet proberen. Nee, ik ook niet. Hey, mijn dikke zusje en mijn dikke moedertje zijn er. Nee, dat is Moeke. Nee. Moeke? Dit is echt heel kut. Oh, maar dat klinkt ook echt heel kut. Ja, nee, ik ben echt geen Moeke, hoor. Dan ben je toch ouder dan 60? Is dat zo? Eigenlijk in Nederland noemen ze toch een moeder ook Moeke? Ja, ergens wel volgens mij. Ja. Ergens in Brabant, dus dat is... Ja. Nee, ik heb geen idee. Jongens, wie van jullie noemt zijn moeder Moeke? Ik ben benieuwd. Wat zijn jullie bijnaapjes voor moeders? Daar ben ik benieuwd naar. Wil je nog een foto van je lul voordat je het koude water ingaat? Zeg maar, kan terugdenken aan de mooie tijden. Ja. Zullen we een foto maken? Oké. Heb jij ook een foto gemaakt? Ja, net op het toilet. Want dan, zeg maar, dan kan ik nog wel een beetje... Oké. Ja. Wil je het zien? Oké, nou. We gaan het water, jongens. De allereerste keer. Ik moet alleen even de sleutel pakken van de deur. Holy shit, jongens. Wacht. Nu gaat de deur dicht. Ja. Oh ja, we moeten straks wel naar binnen kunnen rennen. Ik bedoel... Wie gaat als eerst? Eigenlijk moet ik wel als eerste erin gaan. Omdat het is mijn huis, ik moet de eer wel pakken, toch? Of ga jij? De steenpapierschaar. Nee, ga jij niet. Oké, ja, ik ga wel. Oh mijn god, ik ga er niet in, denk. Weet je hoe koud het is? Jij springt er daarna gelijk in. Kom. Ja, dat doe ik wel. Ga jij maar eerst, want dan kom ik daarna. Kom mee. Maar wacht even, je weet toch niet hoe diep het is? Nee, je kan niet echt... Wacht, je weet toch niet hoe diep het is? Ja, het is echt koud. Ja, het is echt heel koud, hoor. Ja, ga nou maar snel. Je weet niet hoe diep het is, hè? Dus straks breek je bent lang. Oh! Ho! Ja, maar nu maak je het alleen maar erger voor jezelf. Oh, het is echt heel koud. Je kan beter in één keer gaan. Oh, grap. Ik heb hier helemaal geen zin in. We hebben niet eens handdoeken. We zijn ook heel... Zo voorbereid. Inderdaad, er ligt niet eens een hand... Take 2! Handdoeken halen. Nou, dan gaan we. Dan gaan we gewoon tegelijk. Ja. Okay. Maar wacht even, ik moet even... Oh, die wind. Oh, ik dacht echt dat je hem in het water gooide. Ik denk dat dit is niet zo'n slim idee. Oh my god, pik. Oké, je ziet er twee kasten. Ja, ik bedoel huis en Vincent. Die was leuk, hè? Ja, die was goed. Oh, nee, ik wil niet. Maar gewacht, hoe lang? Oké, 3. Heel gezond, hè? Doe je dit gezond? Ja, je moet wel 2 baantjes zwemmen, hè? Nee, je bent gek. Nou, je bent nu mee bezig. 3. Wacht, Vin. Oké. Gaan we ons laten vallen gewoon? Ja, 3. Oké, 3, 2, 1. En. Het trekt helemaal. Wow, ik kan zo slecht tegen kou. Okay, maar kijk, mijn lichaam valt wel mee, maar het zijn van je voeten vol. En onze pik is verdwenen. Dit gaan we dus. Nee! Nee! Ja, dat was toch al niet veel te zien voor jou. Oh, sorry man. Mocht dat niet op YouTube gezegd worden? Nou ja, Suus, jij weet het. Yo! Nou jongens, wij gaan denk maar even naar binnen, even douchen. Want dit gaan we in de zomer. Het is best diep trouwens. Ja, nou kom, let's go. Kijk even hoe mooi dit huis is zo. Ja. Wauwie. Ja, Gio denkt, ik loop snel door. Oh, nou, gelukkig kunnen we tegelijk douchen. En dat bedoel ik niet onder dezelfde douche. Hé, hey, schatje. Heb je eindelijk leren traplopen, baby? Zo. Je kunt gewoon allebei tegelijk douchen. Ja. Je hoeft niet op elkaar te wachten. Ja, super chill toch? Ja. Schatje. Oh. Oh, hij kan traplopen, jongens. Wauw, jij heeft het geleerd. Oh, zo knap als kat. Dat gewoon kan. Nou, zo, mijn onderbroek zat echt super hoog. Zie ik nu pas. We hebben ons in ieder geval aan de belofte gehouden, jongens. En ik ga in de andere douche douchen. Want ik heb deze dus nog niet gebruikt. Dus dat lijkt me ook wel even leuk. Hoe doen we dit? Ik weet niet eens hoe die werkt. In mijn eigen huis, kan je nagaan. Oh, ja, zo moeilijk is het niet. Zo! Ja, bro. Ik weet het. Wat heb je van mij, hè? Jij zag mijn lichaam, toen dacht je, dat moet ik ook krijgen. Ik zag dat jij in je video's aan het trainen was met je personal trainer. Toen dacht ik moet ook gaan trainen. Oh, jongens, ja. Ik heb een vraagje voor de mensen. Zouden jullie willen dat Gio weer een kast gaat worden? Ik ben nog nooit die kast geweest. Daar zeg je wel. Ja, dat is het kutte. Nee, jongens, ik zei net inderdaad tegen Vincent, ik wil sport op zich wel een keer weer gaan oppakken. Maar het is nu ook zo druk met het huis en alles. Maar we hadden het ook wel over dat het misschien wel leuk is om hier ook wat fitnessapparaten misschien neer te zetten. Maar niet eens. Ik zag je... Hey, zie je, kijk eens.
Zo. Wacht, doe nog, laat hem nog zien. Zo, pik, wil! Wat? En hij is weg. Het werd gewoon donker. Ja, ik nee, maar niet eens fitnessapparaten, maar gewoon heel veel bar die je kan ophangen, die je kan optrekken. Ja. Gewoon een stang, een paar dumbbells, dan een stang? Oké, okay, ik ga weg. Stangen hoeven niet te komen. Oh, nee, die kunnen ook. Ah, oh, kijk hem lekker ontdekken hier dan. Hij vindt het wel leuk hoor, staartje omhoog. Ik vind het echt leuk met die katten hier. Deze, dat volgt hij me. Wij hebben de boodschappen gedaan, Melanie heeft het eten gemaakt. Helemaal lekker. Top zusje. Eet smakelijk. Dankjewel. Eet smakelijk. Thank you, ik ben aan het knutselen. Weet je wat ik echt leuk vind, jongens? En dat merken jullie vast wel. Het leuke aan een huis is, je kan zoveel veranderen, zoveel nog anders maken, zoveel naar je eigen stijl maken, terwijl dat eigenlijk bij dit huis totaal niet echt nodig is, want het is wel prachtig en het hoeft niet echt natuurlijk. Maar ik ben zo verslaafd aan de Sims geweest vroeger en het voelt soms echt alsof ik real life Sims aan het spelen ben. En dat vond ik toen ook zo leuk toen ik heel mijn appartement verbouwde. Alles is mogelijk en vooral met een huis en een tuin is nog meer mogelijk dan in een appartement. Oh, het verschil. 0,0 alcohol en jij drinkt, wat drink je? Het is limonade. Uit een wijnglas. Ja, omdat er waren geen andere glazen. Ja. Nee, ik heb rustige wijn gekozen. Lekker, oh, ik ben wel een beetje jaloers. Jongens, ik heb ook zoveel zin om wel een keer weer een wijntje te drinken gewoon. Maar oh, ja, hij nogmaals. Is zo lekker. Maar oh, weet, nog... Hij is zo lekker. Ik zit er... I want! Ja, ik kan nog steeds niet door mijn medicatie. Oh, zo lekker, echt zo. Nog vier. Oh, lekker man. Het wijn is zo lekker. Nog 4 maanden. Ja, geniet er maar van, jongen. Dankjewel, bro. Mijn acne gaat wel echt ontzettend goed. Ik zit hier nu net bij het doekje toevallig, want er ging een puist open. Ach ja, wat fijn. Snap je hem? Ach ja. Ach ja. Tijd om te slapen. Yes. No. Yes. Jongens en meiden, wij gaan lekker ons bed in. Kijk, zo grappig om die beesten zien trap lopen trouwens. Ze beginnen net te leren. Weet je wat ik wel echt leuk vind? Nu pas in het appartement, dat je dat allemaal nu pas, kom je er echt achter dat ze echt bij willen zijn. Ja, hè? Want zelfs hier, kijk, zelfs hier volgen ze je de hele dag. Vincent heeft zijn bed hier alweer heerlijk opgemaakt. En het leuke is dus, we hebben het ook over de lift gehad hier in huis. Hoe lijp is het dus inderdaad straks als Vincent met een chick hier in bed ligt. Want hij is vrijgezel. En ik kom 's ochtends gewoon even lekker met de lift naar boven. Oh. Ga jij even je ding uitspoegen? Luister. Kijk, eerst Gio die zei van ja, er komt waarschijnlijk een lift in je kamer. Toen zei ze van, ja maar gast, dan heb ik zeg maar nul privacy. Dus als hier een lift komt, maar kijk, stel ik hier gaat dus mijn bed komen waarschijnlijk, zo hier. Ja. Ik lig gewoon lekker chill in bed. Wat jij zegt kan, met een chick. En opeens zie je zo Gio met zijn vlogcamera zo. Nee. Yo! Dus als er nog meiden hier met Vincent in bed willen liggen, meld je maar aan of wat dan ook. Maar jongens en meiden, nogmaals, Vincent gaat lekker daar slapen. Ik ga ook naar mijn eigen slaapkamer. Hey, snip en zo gaan niet bij mij. Echt. Ook niet bij mij, dan moet je deur dicht doen. Doei. Zo, ik ga hier lekker mijn eigen slaapkamer in. En ik heb hier mijn tv liggen, die heeft mijn opa dus ook meegebracht. Die moet eigenlijk daar, of tenminste, ik weet nog niet precies wat ik met deze televisie ga doen, maar dat zien we morgen allemaal wel. Dus jongens en meiden, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Morgen om 6:30 is er weer een nieuwe vlog online op mijn kanaal. Dus ik hoop jullie er allemaal snel weer te zien. De abonnees gaan zo belachelijk hard. En daar wil ik jullie echt voor bedanken. Want ik zet mij elke dag kaart in om een hele leuke vlog voor jullie te maken. En ik zie jullie echt heel erg genieten. Dus nogmaals bedankt voor het kijken. En ik zeg later.